welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe Lego producten video. Ik ga jullie vandaag een heleboel producten laten zien die ik helemaal heb opgemaakt. Het is niet alleen make-up, het is make-up, skincare, parfum, gewoon echt van alles omtrent beauty. Ik maak niet heel vaak iets op omdat ik echt heel veel heb en heel vaak afwissel omdat ik gewoon van alles heel de tijd test. Dus als iets opgaat is het vaak of heel goed of het was gewoon iets wat ik vaker moest gebruiken om echt te weten wat ik ervan vond. Dus niet alles vind ik altijd maar goed als ik het heb opgemaakt. En ik heb vandaag echt weer een hele hoop en ook een heleboel aanraders. Dus pak je portemonnee er maar weer bij. Ik ga jullie vandaag alles laten zien wat ik helemaal heb opgemaakt en ook vertellen wat ik ervan vond. Dus vind je het nieuw al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik zal eerst vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb deze matte liquid lipstick op van Nabla in de kleur After Rain. Een hele aparte rood-roze kleur ofzo. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind, maar ik dacht doe eens gek. Laten we beginnen, want ik heb echt heel veel. Ik ga beginnen met iets voor de haren. En dat is deze droog shampoo. Deze heb ik ooit ontvangen. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik maak mijn droog shampoos niet heel snel op. Want ik gebruik ze basically alleen maar wanneer ik mijn haar stijl. Wat niet echt heel vaak is. Maar tot nu toe heb ik hem dus echt helemaal opgemaakt. Hij is helemaal leeg. Ik vond hem niet echt wowie. Het is niet iets waarvan ik denk, ja, dit moet je echt hebben. Ik heb er een heleboel op getest. En dit is niet echt een van de betere. Dus deze vond ik een beetje een moi. Dan gaan we verder met het lichaam. En dat is deze body butter van de Body Shop in de geur avocado. Deze is ook helemaal opgemaakt zoals je kunt zien. Je kunt hier heel lang mee doen, want het is echt een grote pot. Er zit 200 ml in en hij ruikt echt naar avocado. Als je houdt van die geur, is dit echt een crème voor jou. Deze is super fijn. Er staat op dat je lichaam 96 uur gehydrateerd blijft. En dat is ook echt zo. Ik heb hem ooit echt letterlijk 24 uur lang was ik wakker. En heb ik hem dus gebruikt. En mijn huid voelde die hele 24 uur zacht en fijn aan. Dus deze is echt heel goed. Hij is wel wat dikker. En hij is ook wat moeilijker om uit te smeren. Dat wel. Dus het kost een beetje effort. Maar naar mijn mening is het wel echt waard. Vooral als je een droge huid hebt als ik. Als je niet echt een hele hele droge huid hebt. Dan is het niet echt de effort waard. Maar als je dat wel hebt. Dan raad ik hem zeker aan. Ik ga verder met iets voor de douche. Wat helemaal is ingedeukt. Ook van de Body Shop. Heb ik de Vanilla Pumpkin Shower Cream. Dit is echt een geweldige geur voor in de winter. Het is echt een wintergeur. Ik vond hem super fijn. De geur blijft ook echt lekker lang zitten op je huid. Je lichaam wordt ook lekker goed schoon. Ik vond hem echt heel fijn en hij gaat wel even mee. Ze hebben dit product echt in een heleboel geuren. En ik heb er al een aantal geprobeerd. En ik vind ze echt allemaal fijn. Dus dit is echt een van mijn fave doucheproducten. Ik ga verder. Van de Kruidvat heb ik de My Night Gummies. Deze gaan je dus helpen met een betere nachtrust. En ze werken echt. Ik weet nog dat ik in het begin iets had van, ik weet niet, whatever. Ik slaap op zich wel gewoon goed, maar ik dacht, ik heb ze gewoon ontvangen in PR. Laat me ze ook gewoon proberen. Ze zijn by the way heerlijk. Ze smaken zo lekker. Ze smaken letterlijk naar snoep. I love them. Ik slikte ze dus in het begin rond de lunch. Dus rond 1 uur, 12 uur, ik weet niet waarom. Want toen ging ik helemaal niet slapen. En ik werd echt een beetje slaperig. Ik begon echt te ervaren dat ik gewoon een beetje slaperig werd. Terwijl ik niet een persoon ben die slaapt overdag of zo. Ik slaap echt alleen maar 's nachts. Dus ik dacht, oké, dit heeft echt nut. Ik moet het voortaan gewoon gaan slikken voordat ik naar bed ga. En niet een midden op de dag. Next up is een parfum. En dat is deze van Topart of zoiets. Ik weet niet precies, maar het staat in beeld. Dit is een lekkere parfum. Er is nog een heel klein beetje in. Maar ja, niet echt eigenlijk. Vooral in het begin. Vond ik hem heel lekker ruiken. Ik vind hem ook er heel mooi uitzien. I love it. Hij is echt van glas. Maar na een tijd was ik wel een beetje klaar met de geur. Dus ik zou hem niet opnieuw halen. Maar het heeft wel echt een lekkere geur. Ik heb hier een dagcreme die ik heb opgemaakt van Garnier Bio. De Rosy Glow 3-in-1 dagcreme. Helemaal op zoals je kunt zien. Dit is echt een super super fijne dagcreme voor mensen met een droge huid als ik. Het geeft echt een prachtige glow aan je gezicht. Het smeert lekker uit. Het hydrateert. Ik vond hem echt heel fijn. Daarom heb ik hem ook helemaal opgemaakt. I love it. Fijne dagcreme. Van Icons Lab heb ik de Strawberry Lip Scrub. Dit is dus een lip scrub voor je lippen. Helemaal op. Ik heb hem echt helemaal opgemaakt. Ik heb echt nog gewoon lopen schrapen en shit. Want deze is echt heel fijn. Deze had ik ontvangen in een goodiebox. Ik vond hem zo fijn. Hij ruikt heerlijk naar aardbeien. Dat vind ik al heel lekker. Maar hij scrubt mijn lippen ook echt intens. Het is echt een hele goede lip scrub. En met mijn droge lippen is dat echt heel belangrijk. Dus deze was echt heel fijn. En dan ook nog voor de lippen deze Cheese Lip Balm van I Heart Revolution van hun cheese collectie. Daar had ik een hele video over gemaakt. Deze heb ik heel lang gebruikt. Je zou nou denken van Sarah, hij is helemaal niet op. Maar dat is hij basically voor mij wel. Want zo, als je kunt
kunt zien, komt dit er nou hier zo doorheen. En je schraapt echt heel je lippen. Het is niet meer fijn om te gebruiken. Dus ja, ik zou hem niet aanraden, omdat je hem letterlijk nu al niet meer echt kunt gebruiken. En hij beweegt ook zo heel de tijd overal heen, zie je dit? Dus nou is hij ook gewoon niet meer fijn. Dus ja, I don't like it. Ik raad hem ook niet aan. Een ander geweldig product voor de lippen is deze. Van Burt's Bees. De Overnight Intensive Lip Treatment. Ik gebruik heel veel lipproducten, want ik heb droge lippen. Dus jullie gaan die heel vaak terugzien. Deze heb ik helemaal opgemaakt. Had ik gewoon online gehaald bij, als het goed is, Douglas. Helemaal leeg. Hij ruikt heerlijk naar mint of zo. En deze is echt heel fijn. Je wordt echt wakker met de meest zachte, verzorgende, niet droge lippen ever. Dus dit was echt een goede aankoop. Ook niet heel goedkoop voor wat je krijgt. Hij gaat best wel snel op. Maar aan de andere kant hoef je ook niet veel te gebruiken. In het begin pakte ik best wel veel. Hoeft helemaal niet. Je pakt maar gewoon een heel klein beetje. En het is gewoon genoeg voor je hele lippen. Ik vind hem echt fantastisch. Dus als jij droge lippen hebt en nog op zoek bent naar een goede nachtcream. Dan ga je hier echt heel blij mee zijn. I love it. Echt fantastisch. Nog iets voor het gezicht. En dat is deze nachtcreme van L'Oreal. Hij is helemaal leeg, zoals je kunt zien. Super duper fijne nachtcreme. I love it. Hij is lekker dik. Hij is echt super intens. Je voelt het gewoon helemaal in je huid gaan. En je huid gewoon van binnenuit plampen gewoon. Ik vind niet heel vaak hele goede nachtcremes. Ik vind het makkelijker om een goede dagcreme te vinden dan een nachtcreme. Dus hier was ik echt heel blij mee. Deze had ik ook gewoon ontvangen in PR. En echt, jongens, I love it. Ook heel fijn voor mensen met een iets oudere huid. Dan make-up. Ik heb niet heel vaak make-up die ik echt opmaak. Dus die producten zijn altijd wat minder in dit soort video's. Maar een concealer die ik heb opgemaakt is deze Bright Concealer van Makeup Revolution. Deze is geweldig. Als je mij volgt, heb je mij ook hier heel vaak over zien raven in video's. Ik heb hem in de kleur Medium Light. En dit is een Illuminating Concealer. Echt super makkelijk aan te brengen. En hij is echt helemaal leeg. En hij bright het ook helemaal echt. Heeft een volledige dekking. Ik heb ook heel vaak gezegd, ik snap niet dat er hier niet meer over wordt gepraat. Want het is echt een van de beste betaalbare concealers die ik ooit heb gebruikt. En vooral omdat hij ook glanst. Vaak zijn glanzende concealers niet heel erg dekkend. Vaak als je veel dekking wilt, moet je ingaan met een matte concealer. Maar dat vindt niet iedereen fijn. Dus dat maakt deze concealer ook echt heel uniek. Ik vind hem echt geweldig en ik raad hem ook echt iedereen aan. Nog iets voor het lichaam. Van Human Plus Kind heb ik hier de Body Wash Orange. Deze heeft wel echt een hele sterke sinaasappelgeur. Moet je van houden, maar ik vind hem geweldig. Ik heb echt mijn lichaam hiermee zo lang gewassen, want hij is echt groot. Hij gaat lang mee. 250 milliliter. Vegan, mocht je dat belangrijk vinden. En ik vond hem echt gewoon heel, heel fijn. Laat ook echt een heerlijke geur achter. Let wel op, de geur is wel sterk. Dus je moet er wel van houden. Nog iets voor in de douche van Rituals. De Ritual of Jing Relax Foaming Shower Gel. Ook weer fantastisch. Vooral als je houdt van een lekkere foam. Ik weet niet, ik vind dat altijd een beetje satisfying of zo. Ik hou gewoon van een lekkere foam. Ik vind hem fantastisch. Ook gewoon makkelijk in gebruik. Je drukt gewoon zo, zeg maar zo hierop, op deze drukker, of hoe het ook heet. En het foamt er helemaal zo uit. Je hebt ook niet veel nodig voor je hele lichaam. En de geur was echt lekker. Hou van Rituals producten. De Body Shop en Rituals zijn echt mijn fave producten omtrent, ja, in de douche en zo. Nog een make-upje die ik heb opgehaald is de Honey Do Me Up Primer van NYX. Zoals je kunt zien, helemaal leeg. Dit is echt een oldie but a goldie. Toen deze net kwam, iedereen vond hem geweldig, inclusief mezelf. En ik heb het ook echt mijn missie gemaakt om hem op te maken, want ik had hem al zo lang en hij was al zo lang half op. Ik had iets van, nu ga ik hem gewoon eventjes vaak gebruiken en dan gaat hij gewoon op en dan heb ik weer plek voor andere producten. Dus ik heb hem helemaal opgemaakt. Deze is wel echt heel fijn, lekker plakkerig. Je make-up blijft echt gewoon de hele dag goed zitten. En hij geeft ook een hele mooie glans. Dus deze vond ik wel echt fijn. Nog iets voor het lichaam is deze Body Butter van de Body Shop. Ook in de Vanilla Pumpkin line. Zoals je kunt zien, ook weer helemaal op. Oh, deze geur is echt heerlijk. Dit is ook echt een wintergeur. Dit is dus van dezelfde lijn, zoals je kunt zien. Ik vind het wel echt, echt winter-herfstgeur. Dus ik zou hem nu niet halen. Ik zou hem pas weer halen in de winter, als het er dan nog is. Deze was ook echt fantastisch. Makkelijker aan te brengen dan deze andere. Deze is ook whipped. Dus is wat minder stroef, zeg maar. Maar ook echt heerlijk. Hydrateert. Ook heerlijk. Hier staat ook weer 72 uur. En dat is ook gewoon echt waar. Dus deze is ook heel fijn. Dan heb ik hier een product voor de lippen, waarvan ik er
letterlijk 3 heb opgemaakt. Zo fijn vind ik hem. En dat zijn deze lipproducten van Carmex. Oh my gosh. Zoals je kunt zien heb ik er gewoon 3 opgemaakt. 1 grote en 2 kleine. Deze breng ik gewoon aan door de dag heen als mijn lippen gewoon droog zijn of whatever. Deze zijn echt fantastisch, jongens. Het is niet gewoon een balmpje die je op je lippen aanbrengt en het verder niks doet zodra het eraf gaat dat je lippen weer helemaal droog voelen. Nee, het gaat echt bekant gewoon in je lippen. Ik voel gewoon dat gewoon mijn lippen helemaal hersteld. En ik begon echt te merken dat mijn lippen voor een aantal dagen gewoon niet meer zo droog waren. En dat gebeurt niet heel vaak. Dus zoals je kunt zien heb ik er niet voor niks 3 opgemaakt. En ik heb ook nog 1 andere. Dus dit zijn echt mijn fave lip producten. Het is wel heel extreem. Dus ik raad ze alleen maar aan als je ook echt droge lippen hebt. Maar als je dat hebt, deze zijn echt fantastisch. En nog iets voor de lippen is deze SOS lip balm van Kruidvat. Deze is echt slecht. Deze is slecht. Het doet helemaal niks voor de lippen. Ik vind helemaal niks. Ik raad hem niet aan. En last but not least, de Elf Camo Concealer in de kleur Medium Scent. Mijn fave concealer. Echt één van mijn faves. Hij is echt helemaal leeg. Ik vind hem echt fantastisch. Volledige dekking. Niet al te duur. Is gewoon mat, maar droogt niet uit. Dus dit is echt één van de beste betaalbare concealers. Nou mensen, dit was het dan. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Ik vond het weer heel leuk om te maken. Als je nog meer van dit soort video's wilt zien, let me know beneden in de reacties. En laat me weten wat jullie faves zijn, want dan ga ik ze ook halen en proberen. Ik ben altijd op zoek naar goede producten, make-up, accessoires, skincare, echt gewoon van alles. Ik ben altijd gewoon op zoek naar goede shit. Dus let me know in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!